Jij blijft thuis, je kind. Ja. En daar hebben we onze Mary. Oh ja, we gaan mij nog even. Ja, natuurlijk! Jongen. Thank you.
daar hebben we onze Mary. Oh ja, gaat mij nog even. Ja, natuurlijk! Jongen. En waar zijn we beland? Ja, jullie zien achter haar de zee al. We zijn op de dijk aanbeland. Wat gaan we beleven? Moet de dijk versterkt worden? Allemaal grote keien in die bak. Ja, allemaal grote keien daar. Jo. Maar in ieder geval, en ik zie het kerkje weer heel duidelijk. Heel duidelijk. En wat zien we aan die kant? Nou, onze Texelse boot weer. Ja, ja. Ik ken het er hier af. Hé, hey, en wat is dat voor een groot schip dat daar aankomt? Wow. Ik ook niet. Daar is die. Dat is ook een joegel. Geen vissersbootje. Ik heb ook nog maar 7 kilometer gereden. Oké. Wat een ding. Ja. Maar ja, als je nog vele, vele malen verder kijkt. Ja. Moet je zien wat je dan allemaal ziet, hé. Ja. Ik zie een hele witte vlakte. Hé, hey Mary, je ziet daar helemaal in de verre verte. Een hele witte vlak met allemaal masten en alles. Het lijkt wel of we daar nog een eiland zien. We hebben Texel heen naar Texel. Ameland, dat zal toch Ameland niet zijn? Want dat zie je normaal niet hier ook. Je kan wel, als het goed donker weer is, de vuurtorens lagen ervan zien. Een hele witte streep met allemaal puntjes, zeiltjes en dingetjes. Ziet u dat ook, mevrouw? Ik weet niet waar u dat ziet. Ik zat om mee te kijken, maar ik zie het niet. Ja, daar. Ja? Een hele witte streep, alsof het nog een eiland is. Komt u van hier? Ja. Het is voor het eerst dat we dat zien. Tjongen, misschien is het zo laag water dat dat een zandbank is, Mary. Dat zou best kunnen. Dat zou eerder kunnen, want ik zie dit echt voor het eerst. Ik hoop dat ik dat ook op de vlog krijg te zien. Wat doen we tijdens de boot rijden? Hè? Tijdens de boot rijden. Hoe bedoel je? Daarin rijden. Ja, dat kan, maar ik ga er niet op. Ik kom niet op. Dat ik op tijdens de boot ga. Nee, maar ik vind dit interessant. Ja, maar dan zit je dichterbij. Maar ik wou net zo, we gaan dichterbij, lieve vrienden. En dan hoop ik dat ik het dan nog een keer kan zien. Ja. Ja, ik ben een vlogster. Je kan mij vinden op YouTube onder de naam Corina met IE en de Beestenboel. Ja, lieve vrienden, en dan zijn we nou bij de pier van Lands End aangekomen. En ja, weer eventjes kijken. En inderdaad, het is een zandbank. Dat heb ik al wel door. Maar zo'n uitzicht, zo ver weg, zo hemelsbreed ver weg. Heb ik dus nog nooit niet eerder meegemaakt. Niet dat ik het me kan herinneren. Kan jij het herinneren, Mary? Nee. Nou, ook Mary kan het zich niet herinneren, lieve vrienden. Dat zo mooi helder gezegd is. Dat we zo ontzettend ver weg kunnen kijken. Dat ik jullie dit mag laten zien. Ja, daar ben ik toch enorm trots op. Het is zo mooi, zo bijzonder. Maar oké, wij gaan weer verder. Want ik moet ook weer op tijd thuis heen voor Sandra. Dus ja, we gaan weer verder. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer.